Vlaams minister Ben Weyts wil de klassieke gordelfietstocht van 100 kilometer volgend jaar laten terugkeren tijdens het Gordelfestival. De focusgemeente moet voortaan ook dichter bij de faciliteitengemeente liggen. Dat zei hij vanmorgen tijdens een eerste evaluatie van het Gordelfestival in de commissie Vlaamse Rand in het Vlaams Parlement. De topdag van het Gordelfestival begin deze maand heeft volgens Tom van Grieken van Vlaams Belang zijn doel en zijn doelpubliek volledig gemist. Dit jaar nog 18.900 deelnemers, vorig jaar 23.000. En dan moet ik u niet in rekenschap brengen de cijfers waar ooit de Gordel was, amper 10 jaar geleden, met 100.000 deelnemers in 2005. Ook Michel Domst vindt dat het concept en de aanpak bijgestuurd moeten worden om weer meer volk te lokken. Hij stelt voor om een deel van het budget rechtstreeks aan de gemeente in Halle-Vilvoorde te geven. En ze uit te nodigen om zelf initiatieven te nemen om binnen de gemeente zelf mensen aan te zetten om deel te nemen en zelf uit hun kot te komen. Maar bezoekersaantallen zijn volgens Weyts niet de belangrijkste parameter om het succes te evalueren. Het gegeven dat we op een positieve manier aandacht kunnen wekken voor de thematiek van de Vlaamse Rand, daar is het ons uiteindelijk allemaal te doen. En dat blijft mijn eerste doelstelling. Al is ook daar verbetering mogelijk. De voornaamste kritiek die men hoorde was dat de randactiviteiten te ver van het oorspronkelijke parcours rondom Brussel lagen. En ook de kerngemeente Londerzeel had weinig nog met het oorspronkelijke opzet te maken. Londerzeel was de enige kandidaat als focusgemeente. En ik denk dat we, als we het systeem van de focusgemeente behouden, dat we dan inderdaad dichter moeten kunnen aansluiten bij de faciliteitengemeente. Dus geografisch dichter kunnen aansluiten bij de faciliteitengemeente bij de Vlaamse Rand. En dat we terug die lus van de 100 kilometer, al was het maar voor de symboliek, dat we die terug echt ook gestalte kunnen geven, letterlijk en figuurlijk. En tot slot misschien nog een suggestie dat u misschien kan meegeven aan uw collega Homans. Als ze het durf heeft om een regeringscommissaris te sturen om de boel over te nemen in Linkebeek, dan zou een eerste daad kunnen zijn om een focus of kerngemeente van Linkebeek te maken voor de volgende Gordelfestival.